Ja, goedenavond bij de derde online rondleiding van deze avond. We heten u allemaal hartelijk welkom, jullie jongens en meisjes thuis. We moeten het helaas online doen. We moeten de maatregelen van de RIVM volgen. We hadden te veel aanmeldingen. We konden het niet veilig organiseren op een live manier. Dus we doen het online. Beetje live, want mijn collega André van der Leeuw die gaat de rondleiding verzorgen. Er zijn allerlei mogelijkheden tot vragen stellen tussendoor. U kunt bij verschillende vakgroepen terecht om vragen te stellen. U kunt bij het management terecht. En tegelijkertijd, mocht u nog een aparte afspraak willen om toch nog heel even dat gevoel te pakken, zodat niet helemaal goed neer kunnen zetten, dan kunt u apart een afspraak maken. En daar vertelt mijn collega André van der Leeuw wat meer over. Heel veel plezier. Laat je lekker rondleiden, want het is echt de moeite waard. Welkom alvast boven het college. Oké, dank u wel. Ik ga er vandoor. Ik ga naar mijn achter de computer. U moet echt oké. Want in dit geval de meet management, daar zit meneer Van Melk. Nogmaals, André van der Leeuw, teamleider onderbouw. Wat meneer Van Melk ook aangaf, we begrijpen ook dat sommige ouders toch persoonlijk nog wat vragen hebben. Op de website staat mijn mailadres. Ik zal mijn mailadres ook nu geven. ALW@wolfert.nl. Ik herhaal hem even. ALW@wolfert.nl. In de chat komt hij ook te staan. Stuur me gewoon een kort mailtje, persoonlijke afspraak, even uw naam en telefoonnummer. Op het moment dat we die binnen hebben, maken we snel een afspraak met u en nodigen we u uit binnen de regels wat eigenlijk is toegestaan. We gaan nu gewoon wel beginnen. Dit was het officiële gedeelte. We gaan de rondleiding beginnen. Ik ga twee dames aan u voorstellen. Doen ze eigenlijk zelf. Goedenavond. Ik ben Ea en ik zit in klas MH2A. Ik ben Kiesje en ik zit ook in MH2A. Ja, dan gaan we nu gewoon beginnen. We staan nu bij de ingang. Bij de ingang kunnen leerlingen ook niet zomaar de deur in. Beveilig de ingang met een reden dat altijd leerlingen niet zomaar naar binnen kunnen, maar ook geen buitenstaanden. Ze bellen netjes aan, worden ze naar binnen gelaten. Zo dan houden we in ieder geval zich wie is in school en wie is eventueel niet in school. We gaan beginnen met de rondleiding en gaan we die kant op. Dit is dus ook onze receptie. En het eerste lokaal wat we hier ook tegenkomen is het tekenlokaal. Tijdens de rondleiding zullen we meerdere lokalen laten zien, niet allemaal. Maar dit lokaal laten we zien omdat hij een andere vormgeving heeft natuurlijk dan de andere lokalen. Hier kunnen kinderen dus eigenlijk hun tekenkunst doen. En belangrijk is dat we straks ook langs drama komen en gym. Even aan jullie tekenen. Heb je het al gehad? Ja. Ja? Of heb je nu tekenen? Nee, we hebben het al gehad. Je hebt het al gehad. En jullie zitten nu in de MAVO-HAVO combinatieklas nog. Dus het wordt nog bepalend voor de HAVO of voor de MAVO. En het is wel belangrijk dat die afdelingen, bijvoorbeeld in de MAVO, drama, gym en tekenen, is een examenvak. Dus dat kunnen kinderen ook als examenvak kiezen. En voor de HAVO is drama in dit geval een examenvak. En voor de HAVO-VWO is drama en tekenen een examenvak. Dus dat is op zich wel belangrijk om te weten dat die vakken ook gekeurd zijn. Stel dat je toch wat moeite hebt met de gewone vakken Nederlands, Engels, geschiedenis. Je moet 6 examenvakken doen. Nou, je hebt wat moeite, dan kan je er 5 kiezen en zo'n soort kunstvak. En dan kan je nog mooie diploma halen. We gaan even door vanuit het tekenlokaal. Gaan we langzaam een gang in. En die gang komt uit straks op de aula. Maar als eerste komen we iets tegen. Waar je ook in dit geval een pas voor nodig hebt. En dat is onze fietsenkelder. Dat wil dus zeggen beveiligde fietsenkelder. Waar leerlingen ook via de ingang, of zeg maar een soort uitgang, naar binnen komen, zetten hun fiets daar neer, gaan via buitenom weer naar de hoofdingang, zodat we goed zicht hebben wie is er in het gebouw en wie is er even niet in het gebouw. Kom je met de fiets? Nee, ja. Ben je liever met de bus of zo? Nee, toch? Lopend, ja. In dit geval, dus je woont lekker dicht bij school. Ja, dan zou ik het ook doen. En jij komt wel met de fiets. Ja. En is er altijd plek in de fietsenkelder? Ja. Ja, dus je kan je fiets in ieder geval altijd veilig neerzetten. Nou, daaruit komen we ook niet zomaar. We
Langzaam gaan we richting de aula. Aan de rechterkant zit hier ook de kluisjes. Alle leerlingen krijgen een kluisje. Ze krijgen behoorlijk wat boeken, gezien de vakken. En dan kunnen ze in ieder geval tussen de uren door hun boeken kwijt in hun kluisje. En op het moment dat er een leswissel is, kunnen ze hun boeken halen en de andere boeken weer terug in hun kluisje. We staan nu in de aula. Nou, het is nu wat donkerder, maar we hebben ook een buitenruimte. En er is ook een kantine. En we vragen aan jullie, dit is de buitenruimte. Mogen jullie wel eens tussendoor naar buiten? Nee. En dus jullie blijven altijd in het gebouw? Ja. En was dat in leerjaar 1 ook zo? Ja. En nou, dan ben ik wel erg benieuwd. Leerjaar 3 bijvoorbeeld? Vanaf leerjaar 3 mag je wel naar buiten. Ja, dat wil dus zeggen leerjaar 1 en 2 mag eventueel bij tussenuren niet naar buiten. Dat wil zeggen dat we de garantie geven dat de leerling in school blijft. Het gebeurt wel eens dat een leerling toch stiekem naar buiten, ja. Dan zullen we daar ook zeker een gesprek mee aangaan. Maar de leerlingen die even toch naar buiten lucht willen hebben, kunnen naar buiten. Je ziet ook dat de ruimte deze ruimte is. We hebben 800 leerlingen. En deze ruimte is eigenlijk niet geschikt voor 800 leerlingen. Hoe wordt dat geregeld met de pauzes? De eerste en tweede klassers hebben apart pauze en de derde en vierde klassers hebben ook apart pauze. Ja, dat klopt. Dus dat wil zeggen, zeg maar, onze bovenbouw is apart en onze onderbouw is ook apart. En dat wil gewoon zeggen dat de leerlingen gewoon ook wel hun plekje kunnen hebben om gewoon ook even te zitten, een boterhammetje te kunnen eten. En dat er niet zoveel zitten dat, of zoveel leerlingen zijn dat niemand eigenlijk zijn eigen plekje heeft. Vanuit de aula. Oh ja, en dan eten, kan dat ook nog? Ja, we hebben een kantine. Ja, ik vind het wel heel leuk. Want we hebben net natuurlijk, dit is onze derde livestream. Hoe noemde je dat net? Snackbar. Ja, de snackbar. En in dit geval is het onze kantine. Ja, het zijn er snacks, ja. Maar zijn er ook gezonde hapjes? Ja, natuurlijk ook. Dus er is variatie voor de kinderen om erin te kiezen. Dan gaan we door. Vanuit de aula gaan we langzaam naar boven. En komen we bij een trap uit. En dan komen we op de eerste etage en dan gaan we de lokalen zien. Ook hier ziet u weer aan beide kanten de kluisjes. Via deze deuren gaan we de trap op. En ben ik hier wat stiller omdat het hier een beetje gaat. In dit geval scheikunde, rechts is een wiskundelokaal, economielokaal, natuur- en scheikundelokaal. Daar zitten ook docenten klaar, wat meneer Van Melik ook zei. Mocht u vragen hebben aan docenten, kunt u op die meet klikken en kunt u daar ook uw vragen stellen. Nou, meneer Huizenwale zit hier voor economie. In dit geval geschiedenis, nogmaals geschiedenis. Aardrijkskunde, zit meneer Bartels klaar, ga toch even het lokaal in. Kunt u gewoon het licht op mijn naam? Ja? Ja. Nou, dan kunt u in ieder geval indruk, alle lokalen zijn praktisch hetzelfde. Persoonlijk vind ik dat wij behoorlijk grote lokalen hebben. En dat vinden we ook belangrijk. We werken met heel veel combinatieklassen om te kijken naar het niveau wat er in de leerling zit. En om ze uitdagen, om ze te blijven uitdagen. En vaak maakt een docent ook de keuze. Nou, de leerling die zelfstandig kan werken, zet ik liever eventjes aan de zijkant. De leerlingen die wat meer aandacht hebben, zetten we wat dichter bij de docent. Dus zo kunnen we goed de aandacht verdelen voor de leerlingen die dat nodig hebben. Want jullie zitten in de combinatieklas, hè? Jullie zitten in de MAVO-HAVO. En dat wil zeggen, jullie zijn binnengekomen in leerjaar 1. En ook in de MAVO-HAVO-klas leerjaar 1 gekomen. Daarnaast is er ook de HV-klas, HAVO-VWO. Weten jullie toevallig nog je verlopen of je advies wat je toen hebt gekregen van de basisschool? VMBO-TL, dus dat wil zeggen MAVO. Nou, dan kwamen jullie in de combinatieklas. Dan kan je eigenlijk dus daarna MAVO-leerling worden of HAVO-leerling. En toch komen we in leerjaar 2 in die MAVO-HAVO-klas. Dat wil dus ook zeggen dat we leerlingen die nog niet duidelijk hebben kunnen aantonen...
wat het niveau is, hebben we in leerjaar 2 ook nog steeds die combinatieklas. En ja, we hebben het gisteren samen even bekeken. Wat is het op dit moment? MAVO of HAVO? Ja, dus dat wil zeggen, kijk, we zijn er nog lang niet, dus het kan misschien nog een beetje daad. Nou, dan kan het alsnog MAVO doen. Maar wij willen wel dat de leerlingen op de goede plek zitten en in ieder geval de diploma halen wat er op dat moment in zit. Maar voor deze twee leerlingen is het tot nu toe zeker HAVO 3. En daar gaan we ook vanuit, hè. Want wat wil je worden? Een verpleegkundige. En dan wil je wel een beetje dat je een beetje een soort basisverpleegkundige bent, toch? Ja. Ja, dat is, dus dat HAVO-diplomatje is toch wel prettig als je dat kan. En wat wil jij worden? Advocaat. Dus jij moet eigenlijk wel proberen die HAVO te houden. En daar gaan we straks ook meer over vertellen hoe we dat bij de leerlingen doen. En ons expo-onderwijs is daar ook een belangrijk onderdeel in. Meneer Bartels, u staat weer klaar, of u zit klaar voor de vragen. Ik ben helemaal ready. Dan gaan wij door naar de volgende locatie. Ja, Kisha. Doei, doei. Nou, in dit geval linkerkant, rechterkant, wiskundelokaal. Zitten ook twee docenten klaar om eventueel vragen te beantwoorden. Nou, ik weet niet of iemand het opgevallen is, maar een aantal vakken zitten echt in deze gang. We gaan nu over naar de volgende gang. Kunnen jullie vertellen wat er in de volgende gang eigenlijk aan verschil is in de vakken? In die gang zijn er alle talen. Ja, in die gang. En kun je ook zeggen welke talen op Wolfert College zijn? Nederlands, Engels, Duits en Frans. Ja, Nederlands, Engels, Duits en Frans. Gaan we door naar die gang en gaan we daar iets over vertellen. In dit geval daar het Duits lokaal, Nederlands daarnaast. Daarnaast weer een Nederlands lokaal. Daar zit mevrouw Geeshuizen klaar. En meneer Den Harte voor de vragen. Nou, de camera is er nog niet, die is er nu. Hallo. En in dit geval ziet u ook allemaal zwarte kasten staan, langs de kant. Daarnaast een aantal schrijvers, schrijfsters op de muur. En dat wil ook zeggen, onze leesvaardigheid vinden wij heel belangrijk. Om leerlingen daar continu mee bezig te zijn, omdat het voor alle vakken natuurlijk belangrijk is. Dus ieder jaar nodigen we sowieso een schrijver of schrijfster uit. En die komt ook nog eens een keer uitleggen wat het belang is van het lezen. In de zwarte kasten zitten ook allemaal leesboeken die gebruikt worden. Want kunnen jullie toevallig vertellen wat gebeurt er bijvoorbeeld als je een tussenuur hebt? Zeker in coronatijd kan het nog wel eens gebeuren dat er een les uitvalt. En dan, wat gebeurt er dan met zo'n uur? Nou, die wordt dus opgevangen door docenten en dat worden BL-uren. Ja, dat klopt. Dus zeg maar een begeleidingslesuur. En wat doen jullie bijvoorbeeld in zo'n lesuur? Mag je lekker de hele les gaan chillen? Nou, nee, leren voor toetsen of een boek uit de kast. Juist, dat klopt. Dat wil dus zeggen dat er veel aan die leesvaardigheid. Dus over het algemeen wordt er een leesboek gepakt. Maar natuurlijk als er een toets is die bijvoorbeeld morgen of overmorgen staat gepland, dan geven we ook de tijd om daar eventueel voor te leren, omdat het natuurlijk ook belangrijk is. En natuurlijk geven we ze af en toe ook wel wat ruimte om even te ontspannen tijdens zo'n uur. Fijne avond. Nou, hiernaast zit Engels. Zitten ze ook klaar? Wordt al flinke voorbereiding gedaan aan de les voor maandag, zie ik. Ja, mocht u dus vragen hebben aan de vakgroep Engels, dan kunt u die hier stellen. Dan gaan wij verder naar het volgende lokaal. Ook hier naast het vak Engels. Aan het einde het vak Duits. En ik weet niet, dat is u misschien nog niet opgevallen, hier is de vloer groen. Ik vertel iets kort over dat als we hier rechts zouden gaan, is de vloer opeens blauw. En dat wil zeggen, dat is de ISK, Internationale Schakelklasse. En dat is eigenlijk voor leerlingen die kort in Nederland zijn en Nederlands taal nog niet goed beheersen. Dat zit ook in dit gebouw. Heel af en toe hebben de leerlingen daar wel eens een les omdat het lokaal nodig is. Maar over het algemeen zitten ze in de lokalen die we net hebben langsgelopen. Merken jullie daar wat van? Dat er een ISK hier in dit gebouw is? Nee. Want die leerlingen spreken minder goed Nederlands. Maar die hebben dezelfde pauzes en dergelijke. Ja. Ja, over het algemeen merken we daar eigenlijk heel weinig van. De leerlingen voelen zich behoorlijk vertrouwd. En het valt eigenlijk mij nog ineens op wie nou een ISK-leerling of regulier is, toch? Ja.
Ja. Klopt dat? Nou, perfect. Vanuit deze gang gaan we door naar de derde etage. We zagen hiernaast misschien, mogen we een lift? Mogen we met de lift? Nee. Nee, in dit geval leerlingen mogen niet met de lift. Maar dat wil wel zeggen, als een leerling toch even iets mankeert aan een been of iets dergelijks, dan krijgen ze in dit geval wel een liftpas. En het is misschien niet erg leerling, maar ik mag wel met de lift. We gaan door naar de derde. Vakken niet gehad. Hier zit biologie. Daar gaan we ook even naar binnen, omdat het lokaal ook weer anders is. Je moet wel heel veel stappen lopen zo, hè? Ik ruik nog een beetje het eten hier. Ja. Nou, ook biologie zit klaar om eventueel vragen te beantwoorden. En ja, we kregen net iets, maar u zit er nu net, dus ik ga u een beetje overvallen. Ja. Maar we hadden net wel iets spannends wat ik nooit leuk heb gevonden. Bij biologie, daar doen jullie natuurlijk heel veel praktijkopdrachten ook erbij. Ja. Jullie hebben ook niet altijd toetsen, maar ook soms praktijkopdrachten ook echt. Ja. Maar eentje, daar schrok ik wel een beetje van. En in HAVO 2 kwam het nog. Kan jij vertellen wat er net verteld werd? Een hart ontleden. Ja, een hart ontleden. Ik word er niet zo vrolijk van. Ik kan ze laten zien als u wilt. Ik weet niet of dat een goed idee is. Er is daar in de koelkast liggen ze. Ja, ik durf het eigenlijk. Kijk, op journaal zeggen ze wel eens. Ja, inderdaad. Pas op, dit zijn schokkende beelden. Ik beslis nu even nee. Nee, dat lijkt wel. Nee. Maar in ieder geval, kom je naar Wolfers College, dan ga je dat dus wel doen. We houden rekening met de kinderen natuurlijk, hoe ze erop reageren. Ja. Maar ik vind het super spannend. Maar het is natuurlijk ook belangrijk, zeker voor jou. We hadden het net over. Jij wil advocaat, maar jij wil de zorg in. Dus ja, jij moet dat zeker ondervinden hoe dat nu is. Dus jij krijgt dat aan het einde van het jaar, hoorde ik. En dan ga je ook met dat hart aan de... Het zijn geen mensenharten. Nee, het zijn harten van schapen inderdaad. En ook voor leerlingen die het echt niet willen. Ze werken altijd met z'n tweeën. En dan moeten ze zo'n poster maken, zoals je daar ook een beetje kan zien. En als leerlingen het echt niet willen, dan zeker ze altijd met de tweetal die het wel graag wilt. En dan maakt die andere ook vooral foto's en die andere die gaat dan vooral het verslag maken. Dus dit doen we natuurlijk bij biologie, maar is dat bijvoorbeeld wiskunde, dan moeten ze gewoon alles kunnen. Maar dit is natuurlijk bijzonder. Je kan natuurlijk niet een kind dwingen om een hart. Dus als jullie het echt niet willen, dan hoef je niet bang voor te zijn. En als die toch, dan kom je gewoon bij mij. Want ik werk er ook niet aan mee hoor. Nee. Dus, maar oké, dank. We gaan weer verder met de rondleiding. Succes. Nou, hier tegenover is natuurlijk ook een biologielokaal. En gaan we weer terug vanuit de derde etage naar de tweede. In ieder geval is dit mijn kamer, daarnaast is de kamer van meneer Capier, teamleider bovenbouw MAVO 3 en 4. Mevrouw Stoep, teamleider HAVO VWO, die gaan we straks ook ontmoeten. We gaan hier nog naar een lokaal en daar ga ik eigenlijk niks over vertellen, want die ruimte zal zichzelf verklaren. Nou, hopelijk ziet u het al een beetje, de kleedkamer. En natuurlijk de gymzaal die daarbij hoort, mevrouw Jongel, die staat ook eventueel klaar voor vragen. Dit is dus ons inpandige lokaal. Ik loop even een beetje naar de dames, want ik ga natuurlijk wel weer wat vragen stellen. Dat wil zeggen, gym is een vak, hoeveel uur per week? 3 uur. 3 uur per week, dat wil zeggen 1 uur los en 2 aansluitende uren. Hebben jullie gym hier op deze locatie? Ja. Dat wil zeggen, het lukt ons niet altijd, maar in principe proberen we zoveel mogelijk leerjaar 1 en 2 hier in het gebouw gym te geven. En als het wat mooier weer, hebben jullie eigenlijk wel buiten gegymd ooit?
Ja, ja, de, ja, als het wat mooier weer wordt, dat is zeker niet in februari, maar we hebben ook een buitenterrein waar ook buiten gesport wordt. Dus ja, we gaan wel gewoon door en we hebben, want dat moet ik onthouden, we hebben de jongenskleedkamer gehad en het mag één keer door de meisjeskleedkamer. Dus dat doen we ook. Jullie mogen nu voor, want jullie weten die weg. Dit is het toilet. Douches, ruimte om te kleden. Dan gaan we door naar de volgende ruimte. Dit is een ruimte wat ook wel regelmatig door drama wordt gebruikt. Maar zoals onze directeur het altijd zegt, het gebouw is van de leerlingen. We proberen de leerlingen zoveel mogelijk vrij te houden. Dat ze eigenlijk altijd hun rustige plek. Dus af en toe zitten hier ook gewoon leerlingen. Ja, wordt hier bijvoorbeeld gegeten en gedronken. Wat alleen in de aula mag, dan sturen we leerlingen wel naar beneden. Zijn ze iets te druk, ja, dan sturen we leerlingen ook. Tot mijn verbazing in de eerste stream zeiden jullie, nou, wij mogen hier niet zitten. Nou, ik vind wel dat ze hier mogen zitten als ze zich gewoon lekker rustig gedragen en even een gesprekje met z'n tweeën willen hebben of met z'n drieën. Dus nogmaals, daar kreeg ik even het attentiepunt om daar wel wat mee te doen. Want nogmaals, de leerlingen moeten gewoon die rust en vrijheid ook in het gebouw hebben. We gaan door naar een volgend vak en ook wel een bijzondere ruimte. Dit noemen we ons auditorium. En ook het auditorium wordt vaak gebruikt voor drama. Daar zit mevrouw Remmers wel voor vragen. Hallo. Kunst en cultuur is vandaag helaas niet aanwezig door corona. En mocht u vragen hebben voor drama, dan krijgt u mevrouw Remmers wel. Maar mocht u vragen hebben voor kunst en cultuur, dan krijgt u ook even mevrouw Remmers wel. Want die is in ieder geval goed ingelicht om daar ook iets over te vertellen. Zeker. Nou, deze ruimte is echt wel bijzonder, want hier kunnen 120 leerlingen of eventueel ouders tegelijkertijd terecht. En dat wil dus zeggen, als drama toevallig een voorstelling hebt waar meerdere mensen bij kunnen zijn, dan kunnen we dit gebruiken. Maar in leerjaar 1, stel dat ik iets voor heel mijn afdeling, MAVO, HAVO, wil bespreken, dan kan ik hier alle klassen in kwijt en kunnen we ook bepaalde dingen hierin organiseren. Krijgen ze echt les in dit lokaal? Nee, niet. Buiten dan dat drama het wel heel vaak gebruikt. Gaan we door naar het dramalokaal. Mogelijk heeft u het onderweg gezien bij de lokalen, dat er veel ramen zijn en open en transparant. Dat is bij drama natuurlijk niet zo. Veilige omgeving, want de leerlingen moeten daar zich vertrouwd voelen. En hier kunnen leerlingen in principe zonder dat er zicht is van buitenaf, kan daar met drama. Maar we begrijpen ook dat drama voor de ene veel expressie en uiting is, maar voor de andere is het wat lastiger. Jullie zitten nu in leerjaar 2 MAVO-HAVO. Hebben jullie drama al gehad? Ja. En hoe lang heb je drama in leerjaar 2 MAVO-HAVO? Een half jaar. Een half jaar. Dus dat wil zeggen, we zijn nu al een tweede helft begonnen. Drama is dus vervallen. En welk vak hebben jullie daarvoor teruggekregen? Kunst en cultuur. Kunst en cultuur. Dus dat wil ook zeggen dat drama het eerste half jaar kan ook het tweede half jaar en daarna vervalt drama en wordt het overgezet naar kunst en cultuur. En nogmaals, het is ook een examenvak eventueel naar keuze. Vanuit drama gaan we naar de volgende ruimte. Dat noemen we het OLC. Open leercentrum. In dit geval is die ruimte heel apart. Ik zou ook toelichten waarom. U heeft mij nog niks horen vertellen, want we hebben eigenlijk alle vakken gehad. Behalve ons expo-onderwijs, hier zijn de expo-lessen. De cameraman loopt straks door het instructielokaal van expo. Er wordt een korte instructie gegeven en daarna gaan de kinderen in projectvorm aan de slag. En wat daar heel belangrijk is, is natuurlijk de samenwerking, dus daarom zijn deze ruimtes apart. Daarnaast wordt het ook veel gebruikt voor leerlingen om gewoon een rustige plek te hebben om te leren. Het OLC is eigenlijk onze stilteruimte. Dus praten mag, maar wel op bibliotheekniveau, want leerlingen moeten wel de rust kunnen hebben om te kunnen leren. U ziet mij zo weer terug, ziet u ook mijn collega.
En dan vertellen we nog een aantal zaken. Ja, dat is een ander beeld in één keer. Mijn collega staat hier aan mevrouw Stoep, die gaat zich natuurlijk ook voorstellen. Er liggen hier al wat vragen klaar die in de chat gesteld zijn en die waar we op terugkomen. Maar het is wel even belangrijk dat u u voorstelt. Ja, mijn naam is Mirjam Stoep, ik ben teamleider onderbouw HAVO VWO. Ja, en dan, hoor. Ik ga zo ook wat vertellen. Want ik ga heel even afscheid van jullie nemen. Mochten er toch nog vragen zijn aan deze leerlingen, dan roep ik ze straks even terug. Maar tot zover even bedankt. Ja. Nou, u stond hier al wat eerder. Heeft u al een vraag? Ja, er zijn heel veel vragen binnengekomen bij de chat. En een van de vragen die vaker voorkomt is, wat is nou precies expo-onderwijs? Daarnet bent u met de cameraman even door ons instructielokaal gelopen van expo. Expo staat voor extra projectonderwijs. Dat is ook iets waar Wolf College zich mee profileert. We bieden natuurlijk de reguliere vakken, zoals op elke school. En ook hier halen leerlingen een diploma, net als op alle andere HAVO, MAVO, VWO's. Maar we willen toch iets meer voor deze leerlingen. En daarom bieden we ze onderwijs rondom projecten. En in klas 1 doen we dat eigenlijk door expo gewoon op het rooster te zetten. Leerlingen hebben 2 uur in de week les. En ze leren daar een aantal zaken te doen rondom een bepaalde opdracht. En ze doen dat door samen te werken, zoals meneer Van der Leeuw net al zei. En we proberen ze vooral aan te spreken op wat andere denkvaardigheden dan die ze normaal gesproken bij de losse vakken hebben, zoals zaken zoals analyseren of reflecteren. Ze leren ook de antwoorden op hun opdrachten te presenteren. En die vaardigheden hebben ze vervolgens ook weer nodig bij de andere vakken. He, dus ze leren daar een verslag te maken bijvoorbeeld, of een presentatie voor te bereiden. En dat zijn vaardigheden die ze eigenlijk de rest van hun schoolcarrière heel hard nodig hebben, ook in het vervolgonderwijs. Het blijft niet bij expo-lessen in klas 1. Dat doen we voor alle brugklassen. Maar in MAVO 2 krijgen ze een vervolg en dat heet Yes Ondernemen. En in HAVO VWO 2 bestaat expo 2 uit een reeks van interne opdrachten. Dus opdrachten die zich aandienen hier binnen de school. Zaken zoals hoe krijgen we meer kinderen aan het lezen, hoe verduurzamen we het gebouw, dat soort opdrachten. Daar gaan kinderen dan mee aan de slag, onder begeleiding van docenten uiteraard, om tot een goed antwoord daarop te komen. En dat onderwijs heeft weer vervolg in HAVO VWO 3, waarbij leerlingen aan de slag gaan met opdrachten uit het bedrijfsleven of van de gemeente. En dat zijn echt levensechte vragen van die bedrijven. Die willen daar graag een antwoord op, een advies op. En leerlingen leren hier, wederom uiteraard onder begeleiding van de docenten, hoe ze een fatsoenlijk advies kunnen geven aan het bedrijf. En ze gaan daar vaak ook echt naartoe om het te presenteren. Of de bedrijven komen hier in huis. En dat is een hele bijzondere ervaring voor kinderen, maar ook heel leerzaam. En nogmaals, daar hebben ze in de bovenbouw ook van alles aan. En ook daarna nog. Dat is de vraag, dat is het antwoord op de vraag, wat is expo precies? Pakt u gelijk het stukje doorsprong? Ja, want het houdt inderdaad dan bij klas 3 voor HAVO VWO. Kijk, MAVO-kinderen doen hier eindexamen. Dus die gaan naar MAVO 3, MAVO 4 doen en kunnen daar in allerlei prachtige vakken examen doen. Voor onze onderbouw HAVO VWO is het na klas 3 hier in de locatie van Wolf College klaar. En zullen zij over moeten stappen naar een andere locatie. En in veel gevallen is dat de locatie aan de Bentinklaan van het Wolfert Tweetalig. Zij gaan daar als Wolfert College bovenbouw verder. Maar tegenwoordig zijn er ook wel leerlingen die de overstap maken naar Wolfert Dalton. Aan de Argonautenweg in Schiebroek. Dat is een iets andere school, minder groot dan onze scholen hier. Ook met een ander onderwijsconcept, Dalton onderwijs. En het lijkt erop dat voor een aantal leerlingen dat ook een hele geschikte overstap is. Dus dat wat de doorstroom naar de bovenbouw, we begeleiden dat uiteraard aan alle kanten. Nou, en dan in dit geval is een klein aanvulling op ons expo-onderwijs. We hebben 1 proefstudeerdag gehad, dus mocht u nog zeggen, daar heb ik me nog niet voor aangemeld, dan zou ik zeggen, ja, en u heeft interesse in Wolfert College. 9 februari is er nog een proefstudeerdag en wij vinden dat toch wel heel belangrijk, omdat ook daar het expo-gedachte heel erg in terugkomt. Ja, en past dat projectonderwijs je niet, dan zou ik zeggen,
Is Wolfert College dan de geschikte keus? Dus mocht u nog interesse hebben voor proefstuderen, dan zou ik dat zeker doen. Want ons projectonderwijs komt in 3 leerjaren en in de MAVO in 2 leerjaren komt dat terug. Er is al 1 proefstudeermiddag geweest, ja. Hè, vorige week woensdag. En daar waren zo ongeveer 100 kinderen zeer enthousiast naartoe gekomen. En die hebben een ontzettend leuke middag gehad. We hebben een aantal workshops gevolgd, hebben ook een rondleiding gekregen. Dus wij horen ze gelukkig heel enthousiast en vrolijk weer de deur uitgaan. Ik heb net ook in de meet een aantal ouders gesproken van wie het kind de proefstudeermiddag meegedaan heeft. En daar heel tevreden mee was. Dus ja, ik denk dat dat heel goed is. Zeker, want kijk, dat kunnen we niet overbrengen, de sfeer in school. En nogmaals, wij hebben de kinderen binnen zien komen met een angstige blik. Dat gaat dadelijk ook gebeuren met de overstap voor leerjaar 1 vanuit groep 8. Maar we hebben wel allemaal een lachende gezichtje weer naar buiten zien gaan. En die sfeer van Wolfert College is belangrijk. En vaak merken we ook rond, wij zitten hier vrij laat. En rond 1:05 moeten we toch regelmatig tegen een aantal leerlingen zeggen. Ja, sorry, maar het gebouw moet je echt uit nu. Maar ze vinden het gewoon prettig en ze voelen zich veilig hier om in school te blijven. Ja, dan zie ik iets staan over werkweken. Daar kunnen we nog wel iets over vertellen met het feit. In leerjaar 2 MAVO gaan de leerlingen op werkweek. In leerjaar 3 HAVO-VWO gaan ze op werkweek. In MAVO 4, het examenjaar, gaan ze naar het buitenland. En in dit geval voor de bovenbouw HAVO-VWO is het de andere locatie. En die gaan dan ook reizen maken. Ja. U had tijdens de rondleiding ook 2 leerlingen die eigenlijk best wel succesvol zijn met het advies wat van de basisschool. Maar wat doen we eventueel extra als begeleiding op het moment dat het wat minder goed gaat? We hebben in ieder geval studiebegeleiding 2 keer per week. Een soort van huiswerkklas. Ze leren daar vaardigheden. Hoe pak ik het schoolwerk nu aan? Maar daarnaast krijgen ze ook begeleiding in een stukje van de vakken waar ze moeite mee hebben. Op het moment dat een leerling echt moeite heeft met een vak, qua bijvoorbeeld wiskunde, dan hebben we onze expertise lessen 2 keer per week waar leerling echt door een vakdocent gericht in hele kleine groepjes bijles krijgt op het vak. Ik kijk nog even naar mijn plaatje misschien. Ik zie bijvoorbeeld ook nog, daar worden ook vragen over gesteld en daarnet in een van mijn gesprekken in de meet kwam dat ook weer naar voren. Ouders hebben vaak hun kinderen hier wel laten proefstuderen, maar willen zelf ook toch nog zo graag heel even hier binnenkijken. En even echt fysiek hier rondlopen en even met ons in gesprek gaan. Dat kan. Dat moeten dan persoonlijke afspraken en op individuele basis. Dat kunt u doen door een mailtje te sturen naar mijn collega. Het mailadres zal ook op de website staan, maar dat is alw@wolfert.nl. En als u daar eventjes uw naam en uw telefoonnummer achterlaat, dan neem ik contact op. En dan kunnen we een afspraak maken om alsnog een kleine rondleiding door de school te geven. En even wat vragen te beantwoorden die u dan nog heeft. Ja, en in dit geval meldt u zich aan voor Wolfert College vanaf 18 februari. Dan gaat dat heel even via de website. Maar alle aanmeldingen gaan we ook persoonlijk u uitnodigen. Omdat daar een stukje controle zit. Dus dan hebben we sowieso contact. En ik hoop u graag te ontmoeten. Zijn er verder nog vragen? Volgens mij niet, hè? Kijk even onder het hoekje. Nee, er zijn geen andere vragen dan die wij hier beantwoord hebben. Maar mocht u nog iets anders willen weten, dan kunt u ons na deze rondleiding alsnog in de meet ontmoeten. En dan geven we antwoord op alles wat u wil weten. Dan gaan we verder met onze rondleiding. Dank u wel. Ja, geen dank. Gaan we deze kant op. Hier zit onze administratie. Nou, stel dat iemand ziek is, dan wordt dat daar doorgegeven en juist in het systeem verwerkt. Een leerling moet naar de ortho, kan die hier even zijn afsprakenkaartje laten zien. Dan komen we in onze bibliotheek. Vanuit de vakken wordt er vaak een leesopdracht gegeven, kunnen ze hier ook een boek lenen. En u ziet ook de ruimtes ingericht met een aantal stoelen. Ook hier mogen de leerlingen gewoon in alle rust of gaan leren of toch een gesprekje voeren op het moment dat ze dat nodig hebben. En we zijn nog steeds op de 2e etage. In dit geval mevrouw Stoepel, collega die u net zag, die zit hier. Ook nog een lokaal. Bij een persoonlijke rondleiding die we normaal natuurlijk doen, of dat mensen die vragen we vaak waar bent u nu? Nou, dan vaak zijn leerlingen
een beetje een richtingsgevoel kwijt, maar als we hier helemaal doorlopen, komen we eigenlijk bij de uitgang. Maar we komen eerst op de eerste etage. Nou, één lokaal heeft u in dit geval, hebben we eigenlijk nog niet gezien, maar hier zit het lokaal Frans. Nou, de directeur die beneden is begonnen, die zit daar daarachter. Daarnaast de secretaresse en daarnaast zit het examensecretariaat. Vanuit de eerste gaan we weer terug naar de begaande grond. En ook hier heb ik nog één dingetje niet laten zien. En dat is ons stukje zorg. Dat hebben we een beetje beschermd achterin gehouden. Dat leerlingen ook gewoon in volle vertrouwen daar naartoe kunnen lopen. We gaan er heel even snel kijken. Werkplek voor de conciërge. En hier zit mevrouw Jonker klaar voor eventuele vragen. Goedenavond. En u ziet ook deze ruimte is gewoon wat relaxter ingericht, dat leerlingen zich hier ook prettig voelen. En u als ouder kunt hier natuurlijk ook eventueel vragen stellen. En nogmaals, ik ben teamleider, maar vanuit de zorg weet ik ook niet alles. En af en toe loop ik gewoon voor advies ook bij u langs. Ja hoor, prima. Okay. Geen probleem. Vanuit het zorgkamertje gaan we weer terug. En dan moet de cameraman achteruit lopen voor de eerste keer. En komen we eigenlijk weer terug waar we gestart zijn. Ja, dat nogmaals, wat mevrouw Stoep ook zegt boven, mocht u toch behoefte hebben, u kunt mij een mailtje sturen en dat mag gewoon kort, persoonlijk gesprek, uw naam en een telefoonnummer, dan nemen we heel snel met u contact op, maken we een afspraak en dan kunnen we dat binnen het gebouw gewoon zo goed mogelijk veilig regelen. Nou, ik hoop dat u als ouder, maar belangrijker nog het kind, de keuze maakt voor Wolfert College. En dan zijn jullie van harte welkom. Wij zijn er klaar voor. En ja, voor nu nogmaals heel veel plezier in groep 8. Wordt het zwaar? Ja, maar wordt het leuk? Dat beloof ik ook. Bedankt voor uw aandacht. Bedankt voor uw interesse. En ik hoop u snel te zien. Fijne avond.